De politie heeft een speciaal team van 20 man gezet op de schietpartij van afgelopen dinsdagavond. Een man raakte daarbij zwaar gewond. De politie gaat ervan uit dat het een liquidatiepoging was. Het slachtoffer is een bekende van de politie. In juni vorig jaar raakte hij ook al een zwaar gewond, ook bij een schietpartij. Dat gebeurde toen in Mierlo Hout. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de dader of daders waarschijnlijk zijn gevlucht in een donkere BMW. De auto zou zijn aankomen rijden vanuit de Tivoli-laan en gevlucht zijn in de richting van de Geldropse weg. Later werd een uitgebrande BMW aangetroffen op de oude Doornakkersweg, maar het is nog niet zeker of dit ook daadwerkelijk de vluchtauto was. De politie is nog altijd op zoek naar getuigen van de schietpartij of mensen die er meer van weten.